Welkom bij Leeuwarden Actueel. Het HIV-behandelcentrum Leeuwarden biedt van 2 tot en met 6 december een gratis HIV-sneltest. Mensen die willen weten of zij met het virus zijn geïnfecteerd, kunnen anoniem een afspraak maken bij het MCL. 4 van de 10 mensen in Nederland die geïnfecteerd zijn met HIV weten dit niet. Het MCL en GGD Friesland bieden in samenwerking met IZORE, Centrum Infectieziekten Friesland, de mogelijkheid om gratis en anoniem de test te doen. MCL gebruikt een snelle test op basis van een vingerprik. Ja, er zijn twee types tests wat we hier in het MCL aan de mensen aanbieden. Is een sneltest, dat gaat met een teststrookje en dat is echt binnen ongeveer 10 minuten heb je daar uitslag van. Als mensen een HIV-test willen doen, adviseren we overigens, je kunt terecht bij bijvoorbeeld je huisarts, je kunt terecht bij de GGD. Maar wat we ook weten is dat er mensen zijn die voor zichzelf denken van ik wil toch liefst helemaal anoniem zo'n test doen. En dat bieden wij dan aan. Voor sommigen die in onzekerheid verkeren over een eventuele HIV-besmetting kan de drempel hoog zijn om te testen. Het MCL vraagt belangstellenden met nadruk om vooraf 058 286 1255 te bellen voor een afspraak. En dan spreken we met ze af, komt u op die en die dag dan ter tijdstip naar het MCL? Dan hoeven ze geen naam te noemen, maar ze krijgen van ons wel een volgnummer. Zodat we dus weten van op dat tijdstip komt nummer, nou vul er maar in. En op basis van dat nummer kunnen we de mensen dus helpen en blijft die anonimiteit volledig gewaarborgd. Het MCL organiseert deze actieweek nu voor de 4e keer. De afgelopen jaren maakten vele tientallen mensen gebruik van de mogelijkheid zich in het MCL te laten onderzoeken op HIV. En al die 4 jaar is het aantal mensen dat zich voor zo'n test meldt ongeveer gelijk. Dat ligt rond de 70. Jaren geleden waren de vooruitzichten voor HIV-geïnfecteerden uiterst somber. Maar dat is veranderd. Het is een goed behandelbare ziekte geworden waarvoor wel levenslange medicatie noodzakelijk is. Mocht het nou zo zijn dat uit onze test blijkt van ja, er is mogelijk toch een besmetting opgetreden met het HIV-virus, dan volgt er wat ons betreft een tweede test, een uitgebreidere test, een bloedtest die in het laboratorium plaatsvindt. En daarmee heb je dan 100% zekerheid of dat inderdaad HIV-virus aanwezig is, ja of nee. En als dat het geval is, dan kan er uiteraard behandeling op volgen. Ja. Mensen die doosbang zijn van naalden en van andere dingen, waar bestaat de test uit? Nou, dat valt op zich reuze mee. Het is een klein prikje in de vinger, daar komt een druppeltje bloed uit. Dat gaat via een pipetje op een teststrook en die teststrook geeft dan na luttele minuten de uitslag van de test. Ja, dus al vrij snel weet men waar men naartoe is? Ja, dat is binnen ongeveer 10 minuten. Patiënten met HIV worden behandeld en begeleid door 2 internisten en 2 verpleegkundigen. Kinderboekenwinkel De Toverlantaarn is weer uit de brand. Op 19 oktober veroorzaakte de brand op de kelders veel rook- en waterschade aan de winkel. Hierdoor gingen alle boeken verloren. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om een nieuwe winkel op een tijdelijke locatie in te richten. Aan de andere kant van de gracht is een nieuw onderkomen gevonden. Maandags werd het hele pand leeggehaald en zijn wij op zoek gegaan naar de leegstaande pandjes in de buurt. En wij zijn met verschillende makelaars even rond gaan kijken en we zijn uiteindelijk hier terechtgekomen. In allerijl moesten er nieuwe boeken besteld worden. Gelukkig werden deze dezelfde week al geleverd. Op de Heitemenbeurs konden de mensen van de Toverlantaarn bekendmaken dat men snel een doorstart ging maken. Daarnaast werden klanten ingelicht via social media. Dat klopt, die wilden we zeker niet kwijt. We zijn actief op Facebook. Dus we hebben gelijk op Facebook aangegeven, de Toverlantaarn gaat door. We zijn gewoon we zijn een winkel die goed loopt. We hebben een hele enthousiaste klantenkring. Die wilden we niet loslaten. We wilden heel graag door. Dus op Facebook geef je dat aan. Er waren ontzettend veel mensen die mailtjes sturen. De bestellingen konden gewoon door blijven gaan. Kleine bestellingen, grote bestellingen, dat werd gewoon aan huis bezorgd. Je probeert zoveel mogelijk in beeld te blijven eigenlijk. De Toverlantaarn zal slechts tijdelijk gevestigd zijn op de groentemarkt, omdat er een doorlopend huurcontract voor het pand aan de kelders geldt.
Ja, het is de bedoeling dat we weer teruggaan naar de oude locatie. Dus zodra de huiseigenaar dat huis of het pand weer in orde heeft, dan kunnen wij weer terug. Maar goed op tijd wel voor de Sinterklaas inkopen die er gedaan moeten worden, weer een complete kinderboekenwinkel hier. Ja, precies. We zijn weer los sinds afgelopen zaterdag. De collectie is nog niet compleet. We zijn druk bezig om het assortiment weer helemaal compleet te krijgen. Maar goed, dat is een behoorlijke klus. We hebben weer een groot deel staan. En wij hebben afgelopen zaterdag ontzettend veel klanten hier in de winkel gehad. En ja, de bestellingen lopen weer, de klanten komen weer. Dus wij zijn heel tevreden. De Dorpstuin in Snakkeburen is vorig weekend tijdens het Grote Groen Dichte Bijen-event in Amersfoort uitgeroepen tot icoonproject Friesland 2014. Bij de titel hoort een cheque van maar liefst 20.000 euro. De Dorpstuin is een initiatief van de inwoners van Snakkeburen en is het afgelopen decennium flink gegroeid. De tuin is 12 jaar geleden zijn mensen uit het dorp ermee begonnen. Het was oorspronkelijk een kwekerij. En het was een verwaarloosd stukje en toen waren de dorpsbewoners die zeiden dat is toch zonde van dat stuk land, laten we er wat mee doen. En toen zijn ze begonnen om in klein eerst om een gezamenlijke tuin te starten. De dorpstuin is het afgelopen decennium flink gegroeid. Naast de Snakkebuursters komen steeds meer inwoners van de stad meehelpen in de tuin. Samen onderhouden zij de dorpstuin, ook kunnen ze gebruik maken van de oogst. In het begin waren het voornamelijk dorpsbewoners. Dat is in de loop van de tijd wat minder geworden. Maar we hebben wel steeds meer ook bewoners uit de stad erbij gekregen. Vrijwilligers en ook mensen die een beetje aan het werk moeten. Dus die werkloos zijn en dan wel vrijwilligerswerk moeten doen. En daar hebben we ook een aantal mensen van die hier wekelijks of dagelijks soms komen. Want het zijn beslist geen volkstuintjes, hè? Nee, het is een gezamenlijke tuin. En van de opbrengst, of tenminste wat van de oogst, die wordt verkocht in onze winkel. En van de opbrengst kopen we een nieuw zaai en plantgoed. En vrijwilligers moeten ook gewoon de groentes kopen. De gewonnen prijs is een geweldige opsteker voor alle vrijwilligers. Naast de geldprijs krijgt men ook nog professionele ondersteuning bij de uitvoering van het project. Dat is een samenwerking van onder andere het Oranje Fonds en de IVN. En die stimuleren vooral het groen in wijken. Dus, en het zijn ook heel veel, steeds meer initiatieven in steden en dorpen dat mensen gezamenlijk groen, iets in het groen willen doen. Naast de groentetuin is er ook een pluktuin. Voorbijgangers kunnen zomers een mooi boeket samenstellen. De dorpstuin van Snakkeburen is overigens niet de enige in zijn soort. Er ontstaan steeds meer van dit soort projecten in en rond Leeuwarden. Heel duidelijk, ja. Ook in Leeuwarden zijn veel nieuwe projecten gestart. En dat is ook heel belangrijk, dat mensen weer een beetje teruggaan naar hun eigen groenten verbouwen. En in gezamenlijke projecten maak je daarmee kennis. En dan later zullen ze waarschijnlijk misschien een eigen volkstuintje willen. Dat kan ook. Maar gewoon het bezig zijn samen in het groen is echt fantastisch. En we waren zaterdag op die beurs in Amersfoort. En er waren 33 genomineerde projecten. En als je dat ziet, hoeveel mensen met zoveel plezier in het groen bezig zijn. Nou, dat is schitterend. Het CDA wil graag een goede herbestemming vinden voor de omgewaaide bomen. Tijdens de storm van 28 oktober vond er een behoorlijke kaalslag plaats. Veel restanten van de bomen staan nog steeds als een soort monument op een oude plaats, zoals hier op de Ewal. Op dit moment liggen de stammen en takken opgeslagen op de gemeentewerf aan de Groene Ster. Wijk- en dorpenpanels zullen nu benaderd worden om met suggesties te komen voor hergebruik van de bomen in hun wijk. De binnengekomen ideeën zullen vervolgens op hun haalbaarheid getoetst worden. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar initiatieven waarbij het hout creatief en nuttig gebruikt kan worden, met als uitgangspunt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement uit het hout te genereren. De sloop van het Groene Kruisgebouw in Grauw moet een half jaar uitgesteld worden. Uit onderzoek is onlangs gebleken dat er mogelijk een zeldzame vleermuissoort in het leegstaande pand huist. De gemeente Barsterhim had het terrein nog voor de herindeling schoon op willen leveren. De tijdelijke huurders zijn al door gebouwenbeheerder Carex gevraagd het gebouw te verlaten met het oog op de aanstaande sloop. De bewoners zijn inmiddels vertrokken, maar de vleermuizen dus nog niet. Zij overwinteren hoogstwaarschijnlijk in het oude pand. Op het terrein aan de Wilhelminastraat zouden 16 luxe appartementen gebouwd worden. Dit moet dus nog even op zich laten wachten. MUZIEK
oude dorpskerk van Huizum is tijdens een plechtige bijeenkomst officieel overgedragen aan de stichting Orde Fryske Tjerken. Al 9 eeuwen lang is het kerkje het meest markante gebouw in Huizum. De kerk is al een tijdje niet meer in gebruik voor wekelijkse kerkdiensten, wel vinden er nog trouw- en rouwdiensten plaats. Ook de jaarlijkse 4 mei herdenking bij het kerkje wordt nog steeds goed bezocht. 900 jaar kerkhistorie is vandaag afgesloten, dat is niet niks. Het is het oudste monument van Leeuwarden, heel veel mensen weten dat niet, die denken de grote kerk of zo, maar het is echt de Huizum dorpskerk uit de 12e eeuw. En het is aan ons de opdracht om een nieuwe bestemming te geven op een manier dat alle Leeuwarders daar profijt van hebben. Ja, want we zien veel meer kerken verdwijnen in Leeuwarden. Ja, het zal van de zotte zijn als hier de Slopershamer inging. Kerk is overgenomen door de stichting Olde Friese Tjerken. Maar jullie gaan hem nu heel anders beheren, hè? Ja, er zullen misschien nog een paar kerkdiensten per jaar plaatsvinden. En ook rouw- en trouwdiensten, dat gaat natuurlijk wel door. Maar wij zijn vrij om de kerk te gebruiken voor doeleinden die passen bij het historische karakter van deze kerk. Dus dan kun je denken aan kamermuziek, je kunt denken aan poëziefestivals, aan hele mooie lezingen. En daar gaan we ook zeker flink achteraan. Het blijft natuurlijk voor een kerkgemeenschap, als zoveel kerkgemeenschappen als die een kerk moeten sluiten, blijft het toch een beetje wrang. Maar zijn ze toch blij dat het weer een prima bestemming krijgt en dat het blijft bestaan? Ja. Nee, de overdracht, ook onderhandelingen en zo, die zijn in een hele constructieve sfeer verlopen. En de PKN vindt het natuurlijk erg belangrijk dat er een club als de Stichting Orde Fryske Tjerken achter staat. Die kennis hebben en ook daar goed mee omgaan met de historie van zo'n gebouw. En wat dat betreft is het in een uitstekende sfeer gegaan. Alleen de kerk heeft gekozen voor een paar grotere kerken, zoals de Oase en Curiuskerk, met meer nevenruimtes. Dat heb je hier niet. En vandaar dat men heeft gezegd, ja, op langere termijn moeten we deze kerk afstoten. De Haan verwacht dat de dorpskerk Huizum in haar nieuwe functie nog minstens 9 eeuwen mee kan. Als het mij ligt, nog langer. Maar in ieder geval zal het aan ons niet liggen. We hebben 25 super enthousiaste mensen die hier op puur vrijwillige basis onbezoldigd heel veel tijd te gaan besteden. En we hebben eigenlijk nog meer vrijwilligers nodig. Dus meer gastvrouwen, gastheren zijn van harte welkom. Met de overdracht is de stichting Orde Fryske Tjerken de komende jaren verantwoordelijk voor het onderhoud van het godshuis uit de 13e eeuw. De Leeuwarden vrienden Joost Jesse Visser en Michael Joustra zijn een opmerkelijke actie begonnen voor Serious Request. Ze proberen zoveel mogelijk gesigneerde voetbalshirts te verzamelen die zij willen veilen voor de actie van 3FM. Op dit moment hebben ze onder meer shirts ontvangen van El Hierro Elia, Rafael van der Vaart, Hakim Ziyech en het Nederlands dameselftal. We zijn beide grote voetballiefhebbers. En eigenlijk hadden wij beide nog nooit wat voor een goed doel gedaan. Nooit ook nooit iets in de collectebus gedaan? Ja, sporadisch. Ja. Dan gaat het ook om een paar euro's. Maar nooit echt iets meer dan dat. Dus Josesse kwam op het idee om voetbalshirts te gaan verzamelen. Voor Serious Request. Blij toen het eerste shirt binnen was. En van wie was dat? Van FC Volendam. Ja. Het was... Ja, het is geweldig van de Jupiler League Club. Ja, FC Volendam, heel positief. De hele selectie had hem onder een handtekening gezet. En leuke brief erbij. Gewoon geweldig dat hij direct eigenlijk meewerkte. Van oud-Cambuurspelers Mark Diemers en Bob Schepers kregen de initiatiefnemers een shirt van FC Utrecht. Natuurlijk voorzien van handtekening. Sportclub Cambuur komt hoogstwaarschijnlijk met iets heel bijzonders, want tot nog toe ontbreekt een shirt van deze club. Er is wel contact geweest, maar dit heeft nog niet tot iets concreets geleid. Dat hopen we wel, hè? Dat ja, daar zijn we mee bezig. Ja. Dat moet lukken. Cambuur heeft heel veel aanvragen gekregen, dus we liggen ergens in die stapel van honderden aanvragen. Maar we zijn bezig. Dat moet gaan lukken. Ja, bij deze gaat dat lukken, ik beloof het. Medio december gaat de veiling van de gesigneerde voetbalshirts op internet van start. De veiling wordt verzorgd door 3FM. Op hun website gaat dat allemaal plaatsvinden. Okay. Het idee nu, dat is nog een beetje onder voorbehoud, is dat we ongeveer 3 shirts per dag
gaan veilen tijdens het Glazen Huis. He, dus elke dag 3 nieuwe shirts die de volle aandacht krijgen. En ja, wij zullen dan via Facebook en Twitter heel veel berichten de deur uit doen. Maar we hopen eigenlijk ook dat 3FM daar ook een keer, 1 keer per dag of zo aandacht aan besteedt. Dat zou hartstikke mooi zijn. En daar zijn we met ze over in conclaaf. Er komt heel veel bij kijken, want je moet ook een brief schrijven, van, een bedankbrief naar de mensen. Ja. Want ja, het is nog niet van, oké, bedankt voor het shirt en jullie horen niks meer van ons. Nee, we willen ook, als de veiling is afgelopen en het de bedrag is bekend van de shirts, dan willen we die mensen toch wel even bedanken en zeggen van zoveel heeft het shirt opgeleverd. Het is niet van, je hoort 1 keer van ons en dan is het gebeurd. Na de veiling overhandigen Michael en Joost de check aan de DJ's van 3FM in het Glazen Huis. Er komen overigens steeds meer acties voor Serious Request van de grond. Dit weekend werd het winkelend publiek in de Leeuwarden binnenstad verrast met een bijzonder optreden van een dansgroep van D-Drive. Na de voorstelling werd het publiek gevraagd de donatie te doen voor Serious Request door geld te gooien in de kliko's die onderdeel uitmaakten van het dansproject. Tot zover een Leeuwarden Actueel.